bij dit online gesprek, bij deze online uitzending van Studium Generale Maastricht. En dit gesprek is te zien en te beluisteren via ons platform Studium Quarantaine op onze website www.maastrichtuniversity.nl/sg, maar ook op onze Facebookpagina en op onze andere social media. En mijn naam is Jaap Jansen en ik ben programmamaker bij Studium Generale Maastricht. En vandaag is bij mij te gast, niet fysiek, maar op afstand via Zoom. Want dat is de manier waarop we elkaar ontmoeten tegenwoordig, waarop we gesprekken hebben met elkaar. Vandaag is bij mij te gast professor Peter Peters. Hij is universiteitshoogleraar nanobiologie aan de Universiteit Maastricht en directeur van het Maastricht Molecular Imaging Institute. En hier maakt men het allerkleinste op nanoschaal zichtbaar met een elektronenmicroscoop. En dat is echt, echt op moleculair niveau. En net als duizenden wetenschappers wereldwijd werkt Peter Peters met zijn team aan de strijd tegen het coronavirus. In maart was hij nog in het nieuws omdat de beelden van het coronavirus die toen de wereld overgingen en die toen nog vrij nieuw waren, maar inmiddels kent u ze wel, dat is dat balletje met die stekeltjes eraan, die spikes. Die beelden die werden eigenlijk mede mogelijk gemaakt door een instrument, de Vitrobot genaamd, waar de onderzoeksgroep van Peter Peters aan heeft gewerkt en heeft bijgedragen, samen met anderen in Maastricht, zoals ook mensen van de afdeling ID van het MUMC+. En afgelopen week was Peter Peters weer in het nieuws omdat de uitkomsten van een onderzoek dat hij met andere wetenschappers van de Universiteit Maastricht deed, samen met mensen ook van het Hubrecht Instituut in Utrecht en het Erasmus MC, dat onderzoek werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science. En dat is een van de meest gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften ter wereld. Dus dat is best bijzonder als je daar een artikel in krijgt. En in dit onderzoek, dat eigenlijk razendsnel is uitgevoerd, volgens mij in 6 weken, waar je normaal toch zeker een jaar moet uittrekken voor dit soort onderzoek, ontdekte men dat het coronavirus ook darmcellen kan infecteren en zich daar kan vermenigvuldigen. En vandaag ga ik het met professor Peters hebben over dit coronavirus. Hoe is de anatomie van het virus? Hoe ziet het eruit? Hoe werkt het? Maar natuurlijk ook, hoe kunnen we het bestrijden? En we gaan het natuurlijk hebben over het artikel in Science. Welkom Peter. We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. Ja, prima. Bij voorbaat dank dat je tijd voor ons wilde vrijmaken in deze ongetwijfeld hele drukke periode en hele hectische tijd voor jou. Dus heel veel dank namens Studium Generale. En voor we ingaan op het artikel in Science, wil ik het eerst wat algemener hebben over het virus en wat je onderzoeksgroep doet. Maar ik wou eigenlijk beginnen met de volgende vraag. Vind je het virus, vind je dat eigenlijk een mooi virus? Of zeg je van, op die manier kijk ik er niet naar. Maar ik kan me voorstellen dat er een zekere schoonheid van uitgaat. Ja, als nanobioloog vind ik het heel mooi om ernaar te kijken. Hoe die structuren zijn opgebouwd. En hoe die virussen in interactie aangaan met de humane cellen in de luchtwegen. En daarom heb ik ook op de achtergrond een artistieke plaat van de moleculen op de ware grootte. Precies zoals ze in werkelijkheid ook ten opzichte van elkaar met elkaar een interactie aangaan. En hier zie je in het paars het virus. En hier zie je de buitenkant van de luchtwegen. En daar zitten de receptoren op die cellen die dat virus aangrijpen. En ik kan ook een PowerPoint met jou delen. En dan kunnen de mensen meekijken naar het verhaal met een aantal slides. En dit is een collega van mij, David Gutschel, die dit plaatje heeft getekend in San Diego. En dit is een structuurbioloog die dus kijkt naar de ware details van de eiwitten en brengt ze dan in een tekening allemaal ten opzichte van elkaar. Dus nog geen foto, maar een tekening. Een tekening, ja, maar wel op ware
waarheidsgetrouw. En dit is het vetlaagje van het virus. En dit vetlaagje verdwijnt als je met handen gaat wassen. Want dan gaat een wasmiddel, een zeep, gaat dit witte laagje kapot maken. En dan gaat het hele virus kapot. En dit zijn de uitstulpingjes, de spikes, die hier heel mooi zijn afgebeeld. Ja, ik vind het prachtig, maar dat mag je natuurlijk niet zeggen van zo'n gemeen virus, wat eigenlijk zoveel ellende veroorzaakt en de hele wereld lam legt. Maar goed, puur esthetisch kan ik wel zeggen dat ik het erg mooi vind. Maar wanneer ben je eigenlijk begonnen met je het onderzoek van corona? Want je was natuurlijk hiervoor al bezig als nanobioloog, maar ja, wanneer ben je met dat onderzoek begonnen specifiek aan corona? Nou ja, dan moet ik beginnen met deze dia te laten zien. Want dit was op de dag van de lockdown en de dag dat de TFAF dichtging. En toen hadden we Bouke de Jong op bezoek uit Antwerpen, die dit verhaal hield. En ze liet zien toen die dag hoeveel mensen dood zijn gegaan de laatste 200 jaar aan infectieziektes. En daar zie je tuberculose vergeleken met de pokken en malaria en AIDS en helemaal onderin corona. Het zal ongetwijfeld wat groter gaan worden, maar je ziet dat de grootste bedreiging nog steeds tuberculose is. En nog steeds zijn er 1,5 miljoen mensen die daar per jaar aan overlijden wereldwijd. Ja, want als ik dit zo zie, dan denk ik, waar maken we ons toch zo druk om? Dat corona, dat is een heel klein bolletje en die rest van die cirkel, die is zoveel groter. Maar ja, malaria en tuberculose is vooral de arme werelddelen. Smallpox, de pokken, is helemaal uitgeroeid, dankzij een vaccin. Hè, heeft de steden uitgeroeid, honderden jaren geleden. En Jenner heeft rond 120 jaar geleden bedacht dat een paar vrouwen die aan koeienmelken waren, dat die beschermd werden door het koeienpokkenvirus, het vaccinia-virus. En daarmee heeft hij toen kleine krasjes gezet op die huiden van die mensen en vervolgens kreeg hij bescherming. En daarmee is uiteindelijk een vaccin ontwikkeld waarmee het hele pokkenepidemieën wereldwijd zijn verdwenen. Maar het was Hans Klevers die mij op die dag ook een e-mail stuurde. Toen de TFAF dichtging op 13 maart, geloof ik. En ik wil heel graag vertellen dat ik met Hans al heel veel jaren samenwerk. En in het begin samen met Ellie van Donselaar. En hebben we gekeken naar de ontwikkeling van stamcellen uit de darm. En het gaat te ver om daar nu naar te kijken. Maar ik heb een Pekka Kucha-talk. Die is te downloaden en dan kan je daarnaar kijken hoe die organoïden gemaakt worden. Maar dit is een stukje doorsnede van een darm. Daar kun je, hier heb je de vlokken. En op die vlokken heb je nog kleinere vlokjes en daarmee vergroot je het oppervlakte. En in die vlokken heb je stamcellen liggen. Die kan je daaruit isoleren. Daar kan je mini-orgaantjes van maken. En die mini-orgaantjes, die zien er zo uit. Die zijn ongeveer 1 millimeter maximaal. En die hebben een buiten- en een binnenkant. En binnenin heb je de structuur die je ook in de darm ziet. En dus de stamcellen zijn hier in het groen. Dus dit is zo'n mini-orgaantje? Dit is een mini-orgaantje. Ja, die kan je in de microscoop zien. Je kunt ze met het blote oog net zien. Dus uit één cel maak je een mini-orgaantje. Daar zijn we in 2007 mee begonnen. En later verder ontwikkeld. Eerst met de darm begonnen. En later kregen we maag en dikke darm en lever en alvleesklier, prostaat, long. En al die andere organen die je daaronder ziet. En toen we dit werk deden, ontdekten we dat die heel erg leken op de echte organen in het weefsel. Dus ze zijn genetisch hetzelfde. En je kunt ze ook nog gebruiken voor transplantatie, maar ook om drugs te screenen. Dus je kunt duizenden drugs op zo'n mini-orgaantje gooien en kijken of het werkt. En dus Hans heeft daarmee ook gewerkt aan cystic fibrosis, taaie slijmziekte. En gevonden dat een van die drugs heel goed werkt om bij taaie slijmziekte het probleem op te lossen. En nu lopen mensen gezond rond die anders een paar jaar geleden aan het punt stonden om te overlijden. Wauw, dus eigenlijk heb je aan één zo'n mini-orgaantje genoeg om daar medicijnen op te testen. Je hoeft niet een heel orgaan of zo te hebben. Nee, want het mini-orgaantje kan je kweken. Dat deelt zich vrij snel.
En voordat je het weet heb je 100.000 van die mini-orgaantjes. Die kan je allemaal in aparte buisjes doen en die kun je dan laten kweken. Dus, en om dat te valideren voor corona, was de vraag van Hans Klevers. Peter, zullen we eens kijken of we dat kunnen gebruiken om die te infecteren? En het plan was om samen te werken met de club in Rotterdam. En dat is gebeurd. En toen hebben we dus gekeken of het virus in die darmcellen kon infecteren. En hier zie je zo'n kleine doorsnede van hier zo'n mini-orgaantje. Eén klein onderdeeltje wordt hier uitvergroot. En dan zie je een vlok. En op die vlok zitten individuele celletjes. En op die individuele celletjes heb je aan de buitenkant een borstelzoom. En hier zie je een aantal van die microvilli, zoals dat heet. En op die villi zie je daar de viruspartikeltjes liggen. Bij een vergroting van zo'n 15.000 keer. Maar dus eigenlijk is het eigenlijk het grote voordeel van die mini-orgaantjes is dat je heel veel medicijnen in een hele korte tijd kunt testen. En op die manier dus heel snel kunt kijken wat nou tegen het coronavirus helpt. Juist. Maar je moet wel eerst uiteraard bevestigen of het überhaupt werkt. Hè, of deze gebruikt kunnen worden. Dus daarvoor was dit experiment bedoeld. En dat experiment heeft geleid tot een paper die net is verschenen in het tijdschrift Science. En ik wil heel graag alle mensen noemen die als één groot team gewerkt hebben. Dit was een club in Rotterdam, wat ik al zei, met het Ubrecht Instituut in Utrecht en een stuk of 6 mensen in Maastricht. En die met z'n allen hebben keihard gewerkt in de laatste 2 maanden om dit voor elkaar te krijgen. En bijvoorbeeld bij ons het lab heeft Kevin in het weekend tot 's nachts 12 uur en 1 keer tot 's nachts 5 uur doorgewerkt om het materiaal goed in te werken en daar dunne plakjes van te maken. En vervolgens ging dat in een elektronenmicroscoop en konden we thuis op 6 plaatsen tegelijkertijd door die preparaten kijken die in het elektronenmicroscoop s'nachts zijn gemaakt. Dus het was een fantastisch mooi werk. Iedereen van huis uit gezamenlijk daarnaar kijken. En mag ik nog even vragen, hoe is het, want ja, je zegt zo half maart ben je begonnen. Hoe is het jullie gelukt om in zo'n korte tijd en het onderzoek te doen en het ook nog eens gepubliceerd te krijgen in Science? Want dat is natuurlijk een gigantisch belangrijke stap. Ja, dus alle mensen van het hele team hebben volgens mij van 's morgens goed tot 's avonds laat gewerkt. Ze hebben experimenten gedaan, ze hebben publicaties gelezen, ze hebben gebeld, ze hebben gekeken wat er in China allemaal gebeurde. En dat moet allemaal heel netjes bij elkaar gezet worden in zo'n manuscript. Dus niet alleen de data, maar ook de goede context en de goede conclusies. En dat is supersnel gegaan. En het tijdschrift Science was op vrijdag bereid om het door te sturen naar reviewers. 3 onafhankelijke mensen in de wereld die daar anoniem naar gekeken hebben. Die kwamen op zondag al terug. En op maandag konden we alweer gaan werken om de dingen te verbeteren waar zij om vroegen. En 4 dagen later was het geaccepteerd. En een dag later kwam het toen online op het Science-internet. Ja, wauw. Ongelooflijk. Ja. Het is ongelooflijk, ja. Dat duurt normaal een jaar. En nu in het geval van nood, hè, want zo zien wij het, we moeten echt ons best doen om zo snel mogelijk een bijdrage te leveren aan deze pandemie. Gaat alles super, super snel. Wel, alle andere opdrachten en taken zijn komen plat te liggen. Hè. We doen niks anders dan dit type werk. En dat normaal doet dat 1 of 2 of 3 mensen op 3 plekken. En dan gaat er een jaar overheen en stuur je naar een tijdschrift en ben je alweer een maand verder voordat je een reactie krijgt van de referent. Maar nu gaat het allemaal supersnel. Ja, en wat is nou eigenlijk het nut van al dit onderzoek wat je nu allemaal vertelt? Dus wat is het uiteindelijke doel? Het is natuurlijk We hebben nu bevestigd dat het in de darm geïnfecteerd kan worden. Dat heeft implicaties, want 1/3 van de mensen hebben darmklachten. Want misschien kun je even heel kort de strekking van het artikel zeggen. Ja, dus de organoïden zijn gekweekt in Utrecht. Die zijn geïnfecteerd in Rotterdam. En die zijn in Maastricht onder de elektronenmicroscoop bekeken. En hebben we dit soort van plaatjes gemaakt. En we hebben nog heel veel meer plaatjes gemaakt. We hebben gewoon met Google Maps hebben we naar een vierkante millimeter telkens gekeken. En dan konden we thuis uitvergroten en net als Google Maps naar alle details kijken. Waar precies het virus zat.
En waar het reproduceerde en hoe vaak het reproduceerde enzovoort. Maar dus eigenlijk vonden jullie dat het ook in de darm zat? Want ik begreep tot nu toe eigenlijk dat het vooral in de longen en de luchtwegen zit. Maar jullie hebben geconcludeerd dat het kan ook in de darmen zitten. Ja, als we hadden gekozen voor het bekijken van de longen of de luchtwegen, had Science gezegd, ja, dat weten we al, dat is niks nieuws. Maar we hebben veel ervaring met de organoïden van de dunne darmen en er was een grote vraag, doet het in de dunne darmen? En ja, de virussen kunnen zich repliceren in de dunne darmen. En dat heeft impact, want nu kunnen we verklaren waarom 1/3 van de mensen ook klachten heeft in het maag-darmkanaal. Maar ook heeft het mogelijk impact in het immuunsysteem. Hè. Misschien is het wel de darm waar het eerste infectie plaatsvindt. En dat kan het immuunsysteem zodanig op hol jagen dat in de longen niet de patiënt gaan overlijden aan de infectie in de longen, maar aan het op hol geslagen immuunsysteem in de longen met de virussen samen. Maar dat is nog niet zeker dat het dat is, of dat is een mogelijkheid? Ja. Dat zijn volgende onderzoekstappen en ook weer andere specialisten die daarnaar moeten gaan kijken natuurlijk. Ja. Er zijn geen artsen die in het ziekenhuis in de kliniek werken. En dat heeft consequenties voor hoe je misschien het virus moet bestrijden, dat het ook in de darm zich kan nestelen. Ja, je zult uiteindelijk een vaccin moeten maken of een drug en die zal dan in het hele lichaam zijn werk moeten doen, inclusief de darm waarschijnlijk. Maar misschien kunnen we ook ons voordeel weer doen. Misschien zou je wel eens immuniteit kunt krijgen door het virus exclusief in de darm aan te brengen. Misschien zijn er een aantal mensen die het virus alleen maar via slikken hebben binnengekregen en die zich beschermen, die niet die klachten krijgen. Dat zijn dingen die allemaal nog uitgezocht moeten worden. Maar de darm heeft een heel krachtig immuunsysteem. De Peyerse platen zijn heel bekend. En die kunnen ervoor zorgen dat misschien er al een immuunrespons is die op de juiste manier werkt om je te beschermen. Maar dat zijn allemaal dingen die nu uitgezocht moeten worden. En dat is natuurlijk het mooie dat jullie in Science dit hebben kunnen publiceren, want heel veel wetenschappers gaan daar nu op voortbouwen, neem ik aan. En al dat soort dingen, daar kunnen ze nu ook naar kijken. Ja, want kijk, dit zijn de virussen, die donkere zwarten, die liggen soms tussen andere blaasjes in. En ook de uitstulpingen van de cellen. Je ziet ook dat de virussen zich echt heel erg mooi hechten aan die uitstulping van de cel. Je ziet dus al eens een stuk of 10 virussen rondom 1 vingertje van zo'n uitstulping van zo'n cel. Het is frappant, maar je wilt veel meer naar de detail kijken. Dus je wilt eigenlijk met veel meer detail naar één zo'n virus kijken. Dat wordt gedaan met behulp van een andere elektronenmicroscoop. Dit is een microscoop die je bekijkt met kamertemperatuur. Maar je kunt hem ook bekijken met wat we noemen cryo-EM, onder cryogene condities, bij vloeibaar stikstof bij min 180 graden Celsius. En wat zijn cryogene condities? Dat betekent gewoon heel koud? Heel koud, ja. Heel koud bij vloeibaar stikstof. Oké, ja, duidelijk. En dan moet je tussen kunnen invriezen. Dan moet je die virussen kunnen invriezen. En daarvoor wordt wereldwijd een apparaat gebruikt wat is ontwikkeld in Maastricht. Door met name Peter Frederik, die daar 15 jaar als een gepassioneerde onderzoeker elke dag zich druk om heeft gemaakt om dat te optimaliseren. Samen met collega's op ID, Frank Nijpels en Paul Lave en in zijn eigen lab nog een onderzoeker die hem heeft geholpen, Paul. En die keek je dan naar de beste manier om die dingen in te vriezen. En dat hebben nu mensen wereldwijd gebruikt. En inclusief onderzoekers in China die al naar het SARS-1 hebben gekeken, wat al een kleine epidemie heeft veroorzaakt en een grote infectiehaard op sommige plaatsen in Zuidoost-Azië. En hebben daar die spikes gezien op het virus. Die stekels. Ja, dat zijn de pegels die uit inderdaad het virus steken. En dat invriezen, dat gebeurt met de Vitrobot. Die zie ik daar links op dat plaatje. En dat is dus, die maakt zeg maar het materiaal geschikt om met een elektronenmicroscoop dan weer te bestuderen. Is dat? Ja. Ja. Er zijn er inmiddels al zo'n 800 verkocht. Wordt het wereldwijd op alle beste universiteiten gebruikt naast een cryo-elektronenmicroscoop die in Eindhoven wordt gemaakt. Dus Eindhoven en Maastricht spelen nu een belangrijke rol, niet alleen voor dit coronapandemie, maar voor honderden ziektes om die mee te helpen op te lossen. Want je wilt weten hoe het onder de motorkap uitziet.
Dus je wilt nog meer detail weten dan wat je hier ziet. Het is echt net zo ingewikkeld als een motor die je in de auto hebt liggen. En om een voorbeeld te geven, één zo'n spike, daar kijken wij naar in nog meer detail. En dan zien we dit soort van details in één zo'n naaldje wat uit zo'n virus steekt. Ongelooflijk. En dat blijken we dan met zo'n naaldje wat de griep veroorzaakt. En hetzelfde naaldje wat ook bij het AIDS-virus te zien is. En dan zien we ook dat er sommige dingen gemeenschappelijk zijn. Dat de virussen allemaal een domein hebben wat er vanaf gehaald wordt. Om zo die humane cel te kunnen binnendringen. En dan het genetisch materiaal wat in het virus zit naar binnen te brengen. Maar ik vond dit wel aardig om te laten zien, want dit is gepubliceerd in 2016. Werk met behulp van wat ik net noemde, cryo-EM. En ook daar wordt al gewaarschuwd voor een pandemie. Ze zeggen hier al, which have high fatality rates and pandemic potential. Dus de hele wereld was al gewaarschuwd, en niet alleen deze paper, maar er waren wel 100 papers door wetenschappers in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd, die voor deze pandemie hebben gewaarschuwd. Maar onvoldoende opgepakt, en misschien moeten wij onszelf ons de schuld geven, dat wij wetenschappers onvoldoende bij de politici en bij de GGD enzovoorts hebben aangeklopt om dit naar voren te brengen en op de agenda te plaatsen. Hier zie je hoe zo'n virus dan met die spike-eiwitten in interactie aangaat met de receptor op de humane cel in de neus en in de longen en in de darm. Dus dat groene, dat is zeg maar van de mens, en dat roze, dat bolletje, dat is dat virus. Dat klopt, ja. Dit is de membraan van de buitenkant van de mens, de wand van de, en dan heb je daarop uitsteekseltjes, en dat zijn de receptoren. Dat moet je zien als een soort slot en een sleutelreactie, en dan zit de sleutel. En het slot is hier. En de sleutel is het virus. En als het virus hierop gaat zitten, dan krijg je een zodanige verandering dat dit losgeknipt wordt. En dan kan dit virus met het erfelijk materiaal hierin zo naar binnen duiken, die humane cel in. En dan kan het zich multipliceren. Dan gaat één zo'n virus zich vermenigvuldigen. En dan komen er binnen 8 uur zo'n 100 tot 1000 uit. En dan gaat die cel ook dood. En dat veroorzaakt de ontsteking en de heftige reacties. Ja. Dus als je nog naar meer detail kijkt van één zo'n spike op zo'n receptor, dan zie je het zo weergegeven. Hier is opnieuw weer die lipidelaag van het virus. Hier heb je de spike, dat naaldje wat eruit steekt. En hier heb je de receptor op de humane cel in het blauw. En dit past precies als een puzzelstuk of als een sleutel in een slot. En een willekeurig ander virus zou hier niet oppassen. Het komt heel precies hoe dat werkt. Ongelooflijk. En, je wilt nog meer weten hoe dit eruit ziet. En met cryo-EM kan dat. Dus Chinezen hebben in de laatste maand, en ook mensen in Amerika en Texas, hebben naar dit detail gekeken. En die hebben dit gepubliceerd in de tijdschriften. Maar dat was dus een beeld van de elektronenmicroscoop. Ja, dit zijn modellen van de reconstructies. Hè. Dus je maakt duizenden foto's in de elektronenmicroscoop. En daar maak je een 3D-beeld van. En dat is hier heel mooi te zien. En hier krijg je ook het idee van hoe zo'n spike er in 3D uitziet. Je draait gewoon het naaldje om. Hè. Een van de tientallen naaldjes wat op zo'n virus zit. En dan alleen maar het uiteinde van het naaldje. En het uiteinde van het naaldje ziet er al zo complex uit. Ja, ongelooflijk. Ja. Dus dit is zo'n uitsteekseltje van het virus. Ja, en dan is het donkergroen hier en het roze is het eiwit. En het donkere hier, dat zijn de suikers die erop zitten. En dat doet het virus om zich te beschermen van het immuunsysteem. Dus het virus wil niet graag aangevallen worden door het immuunsysteem. En daarvoor gebruikt hij die suikergroepen om zich te beschermen. Dus wat je wil doen is een vaccin gaan maken tegen het virus van naakte stukken eiwit. En ja. Die zie je toch daar liggen en daar liggen. Die worden niet goed beschermd tegen de suikers. Dus dit zijn ongeveer 10 tot 11 aminozuren. En deze 11 aminozuren, of deze 11 aminozuren, die kan je nu gebruiken
als potentieel vaccin. En ja. Stop je dan dat genetisch materiaal, wat codeert voor deze 11 aminozuren, stop je dan bijvoorbeeld in een griepvirusvaccin? En dat kan je dan weer bij mensen inspuiten, zoals nu ze dat doen bij Janssen in Leiden. Ja, en wat heeft dit beeld dan te maken met die vaccins? Nou, als je dit stukje inspuit bij mensen, dan ga je antistoffen maken tegen dit fragment. En dat fragment is niet beschermd, zeg maar, dat vanuit het virus? Juist, en als je hier een antistof tegen hebt gemaakt, dan kan deze interactie niet meer plaatsvinden. En dan voorkom je dus dat deze sleutel-slotreactie ontstaat. Dan heb je als het ware een klein beetje een sleutel in het slot gezet en hem omgedraaid, zodat hij afbreekt. Ja, dus het slot zit dan dicht. Die is niet meer op. En ja, dus eigenlijk dat beeld, je bent eigenlijk op zoek naar een stukje in dat virus wat het virus niet van zichzelf beschermt en wat je kunt gebruiken daarvoor. Ja. Ja, dus wat ik zei net was een beetje fout. Je maakt een antistof tegen de spike en niet tegen de receptor uiteraard. Ja. Dus je voorkomt op die manier dat hij op die receptor gaat zitten. Ja. Daarvoor heb je op het moment 80, laat ik zeggen, groepen wereldwijd minstens, maar ik verwacht honderden, die daar op hun manier mee bezig zijn. Die krijgen allemaal heel veel geld van overheidsinstanties en maar ook private ondernemingen en fondsen. En die proberen allemaal antilichamen te maken die daar tegen reageren. En opnieuw is een groep in Utrecht met Rotterdam vrij vooraan, hebben we net daarover gepubliceerd. En dat geeft een beetje hoop. Maar er zijn wat mij betreft nog andere manieren. Hè? Want we hebben tegen bijvoorbeeld wat ik eerder noemde, tuberculose en AIDS, ook nog geen vaccin. Maar wel drugs. En bij AIDS is een cocktail van 3 medicijnen zeer succesvol en kan je het virus remmen. En dat zou je kunnen doen door die mini-orgaantjes die ik net liet zien, met honderdduizenden ieder in aparte buisjes te stoppen in een grote robot en dan daar honderdduizenden verschillende drugs op elk buisje los te laten in allerlei concentraties. Dus daar komt jouw artikel eigenlijk in beeld. Wat? Daar komt jouw artikel eigenlijk in beeld, zeg maar dat het in de darmen zit. Ja, want de darm mini-orgaantjes, maar binnenkort ook de long mini-orgaantjes, als die het beter doen, of misschien wel uit de mond, de mini-orgaantjes, die kunnen getest worden. En in Nederland hebben we toevallig in zo'n mooie robot staan, in het oude Organon-complex. Het heet nu de Pivot Park. En ik zou me zo kunnen voorstellen dat die organoïden daar getest kunnen worden. Maar er zijn vast nog tientallen andere plaatsen in de wereld waar onderzoeksgroepen die organoïden zouden kunnen gaan inzetten om op die manier te kijken welke van de potentiële drugs werken. En dan zou ik ervoor kiezen, denk ik, om eerst alle drugs te testen die nu al FDA approved zijn, hè, die dus al gebruikt mogen worden bij mensen. En dan hoef je ze niet meer te controleren of ze goed door de testen komen. Die kun je meteen op mensen uitproberen dan. Ja, want je wilt niet hebben dat er een soort softenon-probleem komt. Of met desbabies. Hè, dat er dus opnieuw een generatie daarop vanwege nieuwe medicijnen allerlei afwijkingen komen aan de volgende generatie kinderen. Je wilt wel zeker zijn dat de medicijnen die je gaat gebruiken zorgvuldig toegepast worden. Dat duurt normaal jaren met proefdierenonderzoek, bij apenonderzoek enzovoorts enzovoorts. En nu moet het allemaal heel snel. Dus als je eerst alle medicijnen test die nu al goedgekeurd zijn voor een medisch gebruik, en daar blijkt er toevallig eentje van te werken, dan heb je toevallig geluk gehad. Maar op wat voor termijn zou dat dan, waar moeten we aan denken? Welke termijn? Ik ben niet zo optimistisch als heel veel andere mensen. Ik denk dat het een paar jaar gaat duren. Oeh, ja, ja. En zelfs als je zeg maar het veel sneller kunt doen door heel veel medicijnen tegelijk uit te proberen. Ja, als de medicijn is toevallig wat al goedgekeurd is, dan zou je hem veel sneller kunnen gebruiken. En antistoffen, misschien over een jaar, anderhalf jaar, maar dan moet je nog 5 miljard vaccins gaan maken en over de wereld verdelen. En dat is natuurlijk ook een hele complexe zaak. En dat gaat ook
heel veel productietijd kosten. En je moet zeker zijn dat het goede zijn. Daar komen er potentieel 80. En dan moet je gaan uitzoeken welke je in grote productie gaat brengen. En dat is, ja, dat wordt een hele enorme uitdaging. Ja. Maar ik wilde graag, als je het goed vindt, terugkomen op dat vaccin. Oké. Okay. Ik noemde de pokken. En Jenner, hier op dit mooie plaatje van 120 jaar oud, in de krant in Schotland gepubliceerd. Die staat bezig met het enten. Die maakt een kras op de huid van deze mevrouw en brengt wat van de entvloeistof in die huid. Dat was van een koe, hè? En dat is een vacca. En het was een vloeistof. En daarom heet het vaccin. Vaccinatie komt dus van deze man af en van de koe. Ja. De koeienpokken en stof. En het deed mensen beschermen. En daarmee is in 1971, als ik me goed herinner, pokken van deze wereldbol verdwenen. Er was nog, geloof ik, één persoon in Angola die toen die ziekte heeft gekregen. En daarna is het nog prontelijk één keer in Engeland door twee laboratoriummedewerkers toevallig in de circulatie gekomen. Daar hebben ze meteen kunnen tegengaan. En daarna is pokken niet meer op deze wereld verschenen. En ja, zijn ze 3 jaar later gestopt met het vaccineren tegen pokken. En zo'n vaccin, dat het voordeel daarvan is dat je als mens zelf antistoffen maakt tegen dat virus eigenlijk. Ja, ja. Dus mocht nu plotseling het pokkenvaccin vrijkomen weer, want ze zijn nog hier en daar in laboratoria wereldwijd verborgen, diep in de diepvries. En we hebben nu dus al 30 jaar lang minstens geen mensen meer gevaccineerd tegen pokken. Dan zouden we weer opnieuw zo'n grote pandemie kunnen krijgen tegen pokken, zoals we nu hebben tegen corona. Dus we moeten daar heel erg mee oppassen. Maar ik wil ook tegelijkertijd zeggen dat je op deze manier ook het corona kunt verdwijnen van deze aardbol. Maar het zal voorlopig endemisch zijn, want je kunt niet zomaar zo succesvol zo'n vaccin maken, denk ik. Maar als het lukt, dan is dat het beste natuurlijk. Ja, maar je hebt dus eigenlijk 2 strijdmethodes. Eén is het vaccin en het andere is medicijnen. Inderdaad. Ja. En, als je bij medicijnen denkt, dan zou dus die organoid gebruikt kunnen worden om die 100.000 medicijnen te testen. En dan het liefst, net als bij AIDS, minimaal 3 van die medicijnen die gericht zijn tegen 3 onderdelen van de levenscyclus van het virus, gericht. Want anders dan krijg je weer heel snel resistentie tegen zo'n medicijn. En het mooie is bij de AIDS-cocktail, de 3 medicijnen zo vernuftig met elkaar bij gebruikt worden, dat je geen resistentie krijgt. Ja. Dat zou ik wensen. En als dat lukt binnen 1-2 jaar, dan denk ik dat we een geweldige prestatie hebben geleverd wereldwijd. En daar moeten heel veel mensen aan gaan bijdragen om dat voor elkaar te krijgen. Dat gaat normaal, gaan daar heel veel meer jaren overheen. Ja. AIDS heeft het bij elkaar geloof ik 20 jaar geduurd voordat we een goede cocktail hadden. Ja, dat is daar word ik niet zo vrolijk van. Maar goed, dat, laten we hopen dat er, omdat er inderdaad zoveel onderzoekers nou bezig zijn en het op meer dan 80 manieren geprobeerd wordt, dat we iets vinden. Ja. Oké, dat was het dan, denk ik. Of heb je nog iets? Ja, ik wou eigenlijk nog één keer aan de orde brengen dat het de moeite waard is. Dat het, laat ik zeggen, Maastricht daar nu toch een belangrijke rol in speelt. Want hier heb je weer opnieuw dat Spike-virus product gemaakt om te interfereren in de binding met zo'n receptor. En dan kijk je met cryo-EM naar die details. Er zijn in de laatste 2-3 maanden ongeveer 10 publicaties verschenen in de beste tijdschriften. En die gebruiken allemaal de Vitrobot om deze mooie structuren op te helderen. Dat is eigenlijk fantastisch. Daar kunnen we in Maastricht heel trots op zijn. En we willen heel graag een beter apparaat gaan maken wat veel reproduceerbaarder en sneller en preciezer met minder volume goede preparaat kan maken. Er wordt heel hard aan gewerkt. En nu werken mensen met het intacte virus onder biosafety level 3. En wij gaan kijken of we dat niet kunnen verbeteren.
En de mensen die dat nu doen, hebben dus in een lamina flow kabinet in celcultuur. En dan gaan ze met een heel primitief apparaatje die virussen invriezen. En ik denk dat met de Vitrobot en dan vooral zijn opvolger, de Vitrojet, waar wij in Maastricht mee bezig zijn de laatste 5 jaar. En nu met de company Cryosol World, die ook in Maastricht gevestigd is. Dat wij kunnen bijdragen aan het verbeteren van het invriezen van die virussen. Daarvoor is dit al ontwikkeld en dat komt op de markt. Er zijn al een aantal klanten die dit hopelijk binnenkort gaan gebruiken. We hebben wat moeite om dit nu naar de klanten te brengen vanwege de lockdown, maar het gaat binnenkort gebeuren. Dus de eerste apparaten zijn in de productie. En we zijn ook bezig in ons lab om een apart apparaatje te maken om geïnfecteerde cellen in te vriezen die in zo'n lamina flow kast. Dus in deze kast zitten. Dus dit is zo'n relatief primitief apparaat. En dan willen we een veel beter apparaat ontwikkelen. En daar zijn we met een team mee bezig samen met Cryosol World. En we hopen daar ook binnenkort geld voor te krijgen, want het moet nu met heel veel aandacht en met misschien wel 15 mensen tegelijkertijd aan gewerkt worden. Omdat we op deze manier echt een significante bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de nieuwe medicijnen en nieuwe vaccins. Zodat we dus heel mooi cellen kunnen invriezen en dan in detail naar die cellen kunnen kijken. En dan kunnen we in de details kijken naar receptoren op de membraan en bij drug discovery meehelpen. En nog heel even, want dat begrijp ik niet goed. Waarom moet dat worden ingevroren? Als je de cellen bij kamertemperatuur gaat bekijken, moeten ze eerst behandeld worden met een soort sterk water, met een formaline, glutaraldehyde. En dat crosslinkt al die eiwitten. Dan maak je er als het ware een gebakken eitje van. En dat is prima voor het kijken naar lage vergrotingen, naar de grotere structuren, zoals ik in het begin liet zien. Maar als je naar kleine details wilt kijken van zo'n eiwit en je wilt precies weten hoe zo'n drug past in een paar van deze kleine pockets op, laat ik zeggen, minder dan 1 nanometer niveau, dat is 1 miljoenste millimeter niveau, dan mag je het niet bij kamertemperatuur bekijken met al die geïnfecteerd materiaal. Dan moet je het supersnel invriezen, levende cellen of intacte eiwitten, zo snel dat water geen kans heeft om ijskristallen te maken. En dan noemen we dat vitrificeren. Dan is het dus in een hele mooie, amorfe, onbeschadigde toestand ingevroren. En dan kan je dit soort van details bekijken. En zelfs de directeur van het National Institute of Health, het grootste onderzoeksinstituut in Amerika, die nu op het moment misschien wel 1 miljard euro uitgeven aan het corona-research. De baas daarvan is Dr. Francis Collins. Die geeft aan in een paar van zijn recente blogs dat cryo-EM essentieel is voor het bijdrage leveren aan nieuwe medicijnen en nieuwe vaccins. Dus dat is geweldig om daar dan een klein onderdeel van te mogen zijn. En wij in Maastricht een kleine bescheiden bijdrage mogen leveren in een apparaat wat essentieel is om dit soort van cellen en eiwitten goed te kunnen invriezen. Maar ook om naar die organoïden te kunnen kijken en te zien welke het beste zijn. Ja, Peter. Nee, ik denk dat het heel duidelijk is. Ik vond het heel mooi wat je hebt verteld. Ik dank je nogmaals. Ja, ik vind het geweldig dat je eigenlijk op zo'n korte termijn, jij en natuurlijk heel veel anderen, dat artikel in Science hebben kunnen publiceren. En dat daar weer een hoop ander onderzoek op door kan gaan. Dus nou ja, ik wou je bedanken voor je verhaal hier. En ik hoop dat we het... Als we iemand moeten bedanken, zijn het al deze mensen die hebben bijgedragen. Ja. Ik ben een van de mensen en vanuit mijn woonkamer. Dus er zijn echt mensen die in het lab het echte werk doen. En ik kan vanuit thuis door de elektronenmicroscoop kijken en publicaties lezen en ideeën geven, suggesties geven en praten en communiceren. Het is op zich hartstikke leuk om te doen. En ik vind het een geweldig voorrecht dat wij dit met z'n allen mogen doen. Bedankt Jaap, ja. Om dit te mogen presenteren. Dankjewel Peter.